Gegeven is de volgende vergelijking, 5x-9 is 2 keer x plus 6 en de vergelijking 5x-3 keer x-6 is gelijk aan 2 keer 3x plus 7 min 4. Beide vergelijkingen komen haakjes in voor, maar hoe ga je nu te werk met vergelijkingen waar haakjes in voorkomen? Vandaar dat we het in deze video gaan hebben over vergelijkingen met haakjes. Gegeven nogmaals die eerste vergelijking waar we de video mee begonnen, een vergelijking met haakjes. Hoe ga je nu te werk wanneer er in een vergelijking haakjes voorkomen? Het makkelijkste is natuurlijk om eerst die haakjes in dat rechterlid weg te werken. Hiervoor nemen we het linkerlid gewoon over en krijgen we in het rechterlid de factor voor de haakjes keer de eerste term binnen de haakjes, ofwel 2x. En de factor voor de haakjes keer de tweede term binnen de haakjes, ofwel 2x6, dus plus 12. En nu hebben we de vergelijking zoals we hem kennen en kunnen we deze dus verder op gaan lossen. Allereerst gaan we die 2x uit het rechterlid wegwerken door dus rechts er 2x van af te halen en dat doen we dus natuurlijk ook links. En dan houden we in het linkerlid over 5x min 2x is 3x. En natuurlijk nog min 9. En in het rechtlid houden we alleen nog over 12. Dus dit is gelijk aan 12. De volgende stap is min 9 in het linkerlid wegwerken. Door er 9 bij op te tellen. En alles moet in balans blijven. Dus ook rechts gaan we er 9 bij optellen. En dan krijgen we dus in het linkerlid alleen nog 3x. En in het rechtlid krijgen we 12 plus 9, ofwel 21. Vervolgens gaan we links en rechts delen door de factor voor de x, ofwel links en rechts delen door 3. En dan krijgen we dus x is gelijk aan 7. En hiermee hebben we deze vergelijking met haakjes opgelost. Nou, je ziet dat hier de vergelijking heel mooi uitgelijnd is op het is-teken, maar het hoeft niet allemaal per se zo netjes onder elkaar geschreven te worden. Je mag dus bij de laatste twee stappen ook gewoon alles tegen elkaar aanschrijven. Dus 3x is 21 en x is 7. Gegeven nogmaals die tweede vergelijking waar we de video mee begonnen, met als opdracht los op. Nou, je ziet dat zowel in het linkerlid als in het rechterlid staan haakjes. We beginnen allereerst met die haakjes weg te werken en de rest laten we daar gewoon omheen staan. Dus 5x en min 4 nemen we gewoon over. We Beginnen allereerst met 5x over te nemen en dan de haakjes wegwerken in het linkerlid. geeft, let op, min 3 is geheel vermenigvuldigd met x, dus min 3x en min 3 keer min 6 geeft plus 18. Dan de haakjes in het rechterlid, krijgen we 2 keer 3x wordt 6x en 2 keer 7 positief wordt dus plus 14. En dan hebben we nog min 4, die nemen we gewoon over. Dan in het linker en het rechterlid kunnen we nog termen samen nemen. Namelijk in het linkerlid hebben we 5x min 3x, daar maken we van 2x en dan plus 18 nemen we gewoon over. En in het rechterlid 6x en dan plus 14 min 4 wordt samen plus 10. Nu kunnen we 6x uit het rechterlid wegwerken door links en rechts er 6x van af te halen, en dan krijgen we linkerlid 2x min 6x wordt min 4x en nog plus 18. En het rechterlid houden we over 10. Nou, nu 18 uit het linkerlid wegwerken door links en rechts er 18 van af te halen, dan krijgen we min 4x is gelijk aan 10 min 18 ofwel min 8. Nou, nu kunnen we gaan delen door die factor voor de x ofwel links en rechts Delen door min 4. En dan krijg we dus x is min 8 gedeeld door min 4, negatief gedeeld door negatief is positief. En dan komen we uit op x is 2. En hiermee hebben we de vergelijking opgelost. Dus voor het oplossen van een vergelijking met haakjes ga je als volgt te werk. Allereerst werk je de haakjes weg. Dan ga je, zo nodig, het linker- en het rechterlid herleiden En vervolgens zorg je ervoor dat. De term met x alleen nog maar in het linkerlid voorkomt en de term zonder x alleen nog maar in het rechterlid. En als laatste stap deel je het linker- en het rechterlid door het getal dat voor de x staat. Dit was het weer voor nu. Tot in de volgende video.